Vertel eens, wie ben jij en waarom staan we hier in de lange file? Welk nummer zijn we? 63. De Draaier Karken. De Draaier Karken, ja. Maar waarom zijn we hier en wie ben je? Nou, mijn naam is Alexandra Jansen. Ik start voor het eerst mijn eigen onderneming. Dus mensen kennen mij nog niet vanuit de middenstand. Maar misschien wel vanuit het Middelburgs, want ik woon hier al best wel lang. Ja, ja. Ben je een echte Middelburgs? Nee, ik ben Amsterdamse. Oké. Okay. Geboren, getogen. Oké. Okay. Maar ik woon hier al 40 jaar. Dus nou, dat ben ik wel verschil. En ja, wat gaat dit worden? Ja, mijn winkel gaat mooi heten. Ik dacht, keep it simple, want ik ga alleen maar mooie spullen verkopen. En het wordt dus een gift shop met hele mooie spullen van Bali. Het wordt nadrukkelijk geen marktsegment. Dus de spullen die je op de markt kan kopen, die uit Indonesië komen, die ga ik niet verkopen. Oké. Okay. Dus alles wat ik heb gekocht op Bali, want ik ben daar zelf op inkoopreis geweest. Dus ik heb 2 weken over Bali gesjeest op de scooter. Dus alles wat ik daar heb ingekocht is of voor mij gemaakt, door mij ontworpen en gemaakt. Of ik heb het echt rechtstreeks van de makers gekocht. Dus ik heb het geprobeerd zo fair trade mogelijk te doen. Dus een goede prijs voor de mensen daar. Of voor mezelf natuurlijk. En voor de klanten hier. En natuurlijk. Voor de klanten hier, want dat moet natuurlijk ook aantrekkelijk blijven. Maar wat voor soort spullen hebben we het dan over? Ja, ik heb 2 lijnen zeg maar, die heel prominent zijn. En dat zijn sieraden en keramiek. Ik heb heel bijzonder keramiek. Dat is nergens in Nederland verder te koop. Dus dat is alleen bij mij te koop, bij Mooi. En de sieraden zijn ook allemaal met de hand gemaakt. Heel veel met mooie stenen. Koraal, amethyst, nou. Noem het maar op. Ook met de hand allemaal gemaakt, allemaal puur zilver. En daarnaast woonaccessoires, maar dan ook echt mooie gemaakte manden voor mij, mooie linnen, kleeds. Alles is natuurlijk wat ik verkoop. Het pand is, kijk, want het is nog leeg, want je hebt de sleutel nog niet zo heel lang. Nee, gesloten. Zaterdag pas. Oh, dat is echt heel kort. Ja. Ja. En wat is het tijdspad? Wanneer hoop je open te gaan? Ja, nou, mijn spullen dobberen nu op de zee. En vorige week met dat nieuws over die containers vond ik dat opeens wel heel erg spannend. Dat geloof ik, ja. Ik denk, als ik mijn spullen op verschiet, moet ik ook gaan zoeken straks. Maar dat zal wel niet. Ik denk dat dat in de 3e week van februari gaat gebeuren. Oh, dat is toch best wel snel? Ja. Dus iets meer dan een maand toch? Dus 12 februari arriveren mijn spullen in Rotterdam. En dan moeten we als een gek alles gaan uitpakken en mooi gaan etaleren. En dan hoop ik. Ja, maar je gaat er ook nog wel waarschijnlijk een tintje aan geven die iets Aziatisch heeft. Dan... Ja, het wordt... Tokozan zit hier natuurlijk al in de straat, dus een beetje in dezelfde lijnen, neem ik aan. Ja, het wordt echt een mooi tropisch sfeertje met veel groen en planten en... echt een warme sfeer moet het zijn. Ja, nou ja, het is een ruime zaak. Het is bijna vierkant, zou ik ook niet zeggen. Ja, het is een beetje een soort, het is lang, hè? Ja, en nou die balie, die kan je op zich wel, goed. Ja, die hou ik. Ja. En het is gewoon een kwestie van alles schilderen en goed stylen. Dat de spullen mooi uitkomen en Ja, we gaan het gewoon zien. We komen hier in februari gewoon terug en dan... Top! Dan gaan we kijken wat je ervan hebt gemaakt en wat je dan precies hebt. En wens je succes met de verbouwing en het inrichten. Dankjewel. Jij ook bedankt.